Red je het nog? Maar even slappe lach. Zitten blijven! Ja, we zijn in Hoeve. En het is hartstikke leuk. We zijn in Hoeve hier in Prinsessenbal. En hier zit het zielige, armzalige, verlepste prinsesje. Weggesmeten prinsesje van vorig jaar. Zo! Hoe voel je je? Goed toch? Je bent wel een beetje. Ja, een beetje terug. Maar nee, het was heel leuk. Je bent afgedankt. Ja. Kom even staan. Dan kunnen we zien precies waarom je afgedankt bent. Kijk maar even. Kijk maar even. Maar wat houdt het in, de functie? Ja, het is een prinses. Eigenlijk is het zo dat je samen met de prins en het protocol praat je eigenlijk alles aan elkaar. En je bent eigenlijk het voortouw van de carnaval hier in Peland. Dus alles samen dansen met de kinderen en lekker hossen en springen. En nu heb jij net bij je weggegooid, zeg maar zeggen. Maar we gaan eens even kijken naar die bitch van de nieuwe prinses. Want die staat binnen lekker warm, een beetje te schuren met de prins. Ja, ja. Wat een ordinaire bijdrage, ja, het is je. Hoezo ordinair? Nou ja, vriendelijk. Het is ook niks ordinair, San. Nee, schuren. Oh, kijk hier. Kijk, hier is het te doen. En hier ergens is die viezerik van een prins met de nieuwe prinses. Waar is hij? Hé, hé. Hey, hey. Dat is niet vies, dat is goed voor mij. Wat? Ja. Kijk eens, het is echt gezellig. Oh. Ja, we gaan eens even die nieuwe prinses zoeken. Aan de kant. Waar is ze dan? Ja. Oh. Ja. Maar het is ook eigenlijk best een beetje een gek systeem. Dat je dus een jaar lang goed genoeg bent en dan is niet meer. Want dan is zij dus nu. Jij bent dus eigenlijk beter. Zij is afgedankt om dan plaats te maken voor jou. Nee, 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 nee. Dat zeker niet, dat zeker niet. Het is gewoon elk jaar een nieuw en dat is hier gewoon normaal, zeg maar. En je bent nu 2 uur prinses. Wat verwacht je ervan? Dat het een feestje gaat worden. Ik ga ervan genieten en ik heb een goede tips gehad van onze vrienden. Nou, kom helemaal goed. Geef elkaar even een lekkere knuffel. Ja. Wat een liefde maakt bij jou. Prachtig hoor. Volgend jaar word ik prinses. Ik hoop tot het ook. Tot straks, Annemarie. Kan doei, je helemaal doei. Niet verstaan. Zeg je iets? Nee hoor. Doei. 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 Oh, daar ben je! Hallo! Nee hoor, dat is opgelost. Het is opgelost. Allemaal projectie. Ja. Allemaal weer mijn ding die ik al op andere heel slechte journalistieke stad. Hier in Hoeve zijn ze natuurlijk hartstikke muzikaal. Maar we gaan namelijk even met de hofkapel, of in ieder geval kapel of de blaasten gedoend, heb ik afgesproken. Hier in de lobby en er zitten een aantal vrijgezellen tussen. Oh. We doen een spelletje. Zoek de vrijgezel. Wie zou het zijn? Wie van de... Zeg meekijken. Ja. Ja. Ja, kom maar bij. Eens even kijken. Kom even meekijken. Aan de kant. Aan de kant, kindertjes. Aan de kant, klein etterbakjes. Aan de kant. Oké. Okay. Wie zou het zijn? Kijk, maak maar even een shot van ze allemaal. Dit is 1 vrijgezel. Ik denk... Stop. Het zijn volgens mij... Hoeveel vrijgezellen zijn het? Nou, we hebben er daar een hele... Hij is een beetje incognito. Maar we hebben daar een hele goede vrijgezel. Maak me gek. Dit is hem. Dat ben ik. Wie zou hem niet willen? Knabbel van Knabbel en Babbel. Ja. Ja. Dus jij bent vrijgezel. Ik zie wel waarom. Ja, waarom dan? Ja, je hebt een gek oranje ding voor je gezicht. Ja, mooi hè. Dat kunnen ze mij niet zien hè. Ik ga even aan de kapel vragen of ze een mooi liedje spelen. En dan doe jij even een oproep voor een nieuw t-shirt. En een mevrouw die mooie t-shirtjes kan stoppen. Oké, spelen maar. Zakjes. Ja, nou, dat gaat mooi op worden, ja. Ja, dat zit vertraging op de lijn. Doe maar een oproep. Lieve vrijgezelle vrouwen van Nederland. Lieve vrijgezelle vrouwen van Nederland. Wie wil mij nou niet bij carnaval? Dus kom naar Hoeve toe, naar Peland. Daar gaan we feesten, daar is het te doen. Ja, doorpraten. Ja, kom voor mij, kom voor de rest, kom voor het bier. Maar kijk.
Zij kijkt ook niet nou, hè. Allemaal even. Het is prachtig. Ben jij nou geïnteresseerd in deze knabbel van Knabbel en Babbel? Stuur dan even een mailtje naar loet.onders@onprogramma.nl.